heel veel verlies. 1 jaar zonder werk en alles doodgegaan. Was de winkel dicht en ik heb geen sleutel van de hek. Ik mocht niet naar binnen. Grote planten steeds. Duurdere planten en de echt kostbare planten. En daar hebben de tent en de hekken 3 keer gewoon kapot gemaakt. Ik heb 3 keer gemeld bij de politie, maar niks veranderd. Ze willen mij gewoon kapot maken of ik niet meer hier staan of ze willen dat ik ga stoppen of zoiets, weet ik niet. Merci. Oké. Okay. Ja, komt goed. Nee, die ga ik echt nooit stoppen. Zelfs als ze gaan mijn tent branden, ik ga weer doen. Het zal lukken met mij ooit een echte towncentrum te maken.